rijk is. Oh, lekker. Lekker een biertje. Dankjewel. Hey, wat zoek je in een vrouw eigenlijk? Gewoon een leuk maatje waar ik mijn eigen hobby's ook mee kan delen. En ja, ook met haar hobby's dan. Ja, tuurlijk. Want je bent illusionist. Ja, of goochelartiest. Wat bijzonder. Ja, ja, ik vind het zelf ook leuk. Al vanaf dat ik jaar of 6, 7 was ik al helemaal van de goochelen. Dat is echt te gek. Ja. Mijn toptruc is, ik heb nu inmiddels niet meer, maar vroeger had ik 3 tijgers, witte tijgers. Zo. Bengaalse. En die daar heb ik altijd met van die ringen met vuur en dan springen ze doorheen. Dan sprongen ze gewoon doorheen? Ja, maar, en dan daarna liet ik ze verdwijnen en dan veranderen ze in 3 schapen. Jeetje. Maar uiteindelijk heb ik een keertje, toen was een beetje in de war ook, toen heb ik die ringen had ik allemaal klaar en toen heb ik die tijgers in de fik gestoken per ongeluk. Oh. Had ik het verkeerd om gedaan. Dus nu ben ik aan het kijken of ik iets met die 3 schapen nog kan doen. Ja, dat snap ik, ja. Hallo, welkom. Hallo, welkom jij ook. Anja, kom verder. Oh, jij weet al dat ik Anja heet. Ja, dat weet ik. Ja, ik weet wie mijn gasten zijn natuurlijk. Ja. Ja. Wat heerlijk dat je er bent, ja, Anja. Dankjewel. Wat zie je er goed uit. Ja. Dankjewel. Oh jee. Ga lekker zitten. Hi. Hallo. Anja Kaas. Arend-Jan, hallo. Ja. Arend-Jan, leuk. Arend. Heel veel plezier. Nou, super bedankt, Denise. Kijk eens aan, Anja. Hey. Hallo. Hi. Dat ziet er prachtig uit. Dankjewel. Kijk je naar mijn borsten nu? Nee. Oh, ik mag best, hoor. Oké, tuurlijk. Hey, wat wil je drinken? Doe mij een witte wijn, alsjeblieft. Een lekker wit wijntje? Ja, doe. Droog. God, Arend-Jan, wat leuk. Ja. Leuk, spannend ook. Jij zit al lekker aan het bier, zie ik. Ja, ze hadden gevraagd, wil je er alvast drinken? Ja. Dus, drink je veel? Nee, eigenlijk ben ik niet echt een drinker. Nee. Nee, wat ben je dan? Goochelaar. Ach, nee. Ja. Actief, als beroep? Als beroep, ja. En daar verdien je je geld mee? Daar verdien ik mijn geld mee, ja. Dat kan, hè? Ja, ik ben elke dag ook wel blij dat het kan. Ja. Nou, ik hou zelf helemaal niet van goochelaar. Oh, maar maakt niet uit. Ik hoop dat het wel een gezellige avond wordt dan. Je bent nog nooit naar een goochelshow geweest of zo? Nee, ik heb er helemaal niks mee. Ik kom zelf uit de advocatuur, jurist. Ja. Oh, oké. Okay. Ik wil heel graag weten hoe dingen zitten. En als ik niet weet hoe het zit, dan ga ik er toch achter komen. Goochelaars hebben mij al een paar keer wel eens uit de zaal gezet. Oh. Omdat dan verdwijnt er een assistente. Ja, dan wil ik toch weten het naadje van de kous. Ja. Waar is ze dan? Snap je? Vaak achter op het podium dan. Liefde is voor mij een gezonde potpourri tussen wederzijds respect en keiharde seks. Proost. Ja, proost. Hi, jullie tafel is klaar. Jullie mogen graag genieten, ja. Oh, leuk. Leuk. Jullie met me mee. Ja, dolgraag. Loop jij als eerste achter eraan, dan kan ik even de achterkant van jou bekijken. Ja hoor. Ja, daar ga je, Arend-Jan. Hup. Oh, billetjes. Oké, even jullie aandacht. Daar in de verte staat een molen. Het is een poldermolen, samengestelde molen. Gebouwd in 1991, maar met onderdelen, werkende onderdelen uit 1847. Eikenhouten vloer, rieten dakbedekking, achthoekig, stenen vloer, prachtige molen. Ja, dan weten jullie dat, want we gaan niet het hele pokkend erheen lopen. En door. Oh, maar... En door. Maar in de en volle... En door. Door. Dankjewel. Oh, meneer, mag ik u even iets vragen? Liever niet. Het duurt niet zo lang, hoor. Nee, liever niet. Als u een kaartje hebt gekocht voor het museum, dan maakt u kans op prijzen in de dataloterij. Oh ja, nee, liever niet. Speelt u al mee? Nee. Ik hoef eigenlijk alleen maar uw kaartje te scannen. Kaartje te scannen? En dan speelt u al mee. Zo simpel gaat het. Oh. Heb ik alleen nog even uw e-mailadres nodig? Nou, ik... Dat is Martin de Partin. Martin de Partin. Outlook.nl. @outlook.nl. Ja, ik krijg niet de hele tijd mailtjes dan nu, hè? Nee. Hé, hey, nou, ik krijg meteen een mailtje. Ja, dat is de bevestiging. Als u even achter dat muurtje zou willen gaan staan. Achter het muurtje? Ja.
Wat is hij dan? Ah! Wat was dat? Dat was een röntgenfoto. Waarom? Nou, dan kunnen we een beetje een inschatting maken van hoe lang u gaat meespelen. Hé, hey, ik krijg weer een mailtje. Ja, dat is alleen maar een bevestiging, hoor. Zeg, als u even dit bekertje zou willen volplassen? Huh? Kan gewoon achter het muurtje, hoor. Vanaf hier? Nee. U zei dat het niet zo lang zou duren, maar mm-hmm. Het duurt het eigenlijk nog best wel lang. Mm. Waar is dit voor eigenlijk? Dat is zodat we een specifieke code voor u kunnen aanmaken. Hè? Ja, ja. Zodat er niemand anders met uw lotnummer kan spelen. Is wel zo veilig. Oké. Okay. Oh, krijg je weer een mailtje? Ja, die hoeft u alleen maar even te bevestigen. Ja. Oké. Okay. Oh, nog één. Hé, hey, ik zie dat er ineens €70 van mijn rekening is gegaan. Klopt, dat moet. De computer moet zeker weten dat u een levend mens bent. Oh. Oh, krijg je weer een? Ja, ziet u? Nu speelt u automatisch mee in het systeem. Oké. Okay. Nou, dat was het. Ja, bijna. Alleen nog geen. Nee. Dat vind ik echt te ver gaan. Meneer, dit is alleen afrondend bedoeld. Meneer! Meneer, alleen even te bevestigen. Mees! Ah, ja. Nee! Het geld is binnen. Hi, mag ik u even iets vragen? Dat was de schandalig, dat rookpotje Feyenoord-Ajax. Mens, deed er niet aan, dat is toch volkoren? En jij bedoelt folklore. En dat heeft toch helemaal niets met voetbal te maken? Nou, dat heeft het voetbal van Ajax al maanden niet meer. Maar er komen ook heurschaartjes nu bij Feyenoord. Heurschaartjes? Ha! Je bedoelt haarscheurtjes. De Kuip gaat net zo lang te water totdat hij breekt. De Kruik? De Kruik, zo heet dat stadion toch helemaal niet, de Kruik? Hé, waar eindigt dit? Geen waarden, maar doden. Nee, je bedoelt geen woorden, maar daden. Nee, hoor. Ja, we... Nee. Niet... Kijk, angst zit tussen je oren. Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest. Neem nou mijn broer. Ja? Doodsbang voor slangen. Ik zeg, dat moet je aangaan. Hatsa! En wat denk je? Geburgd. Oké, mag ik weer heel even jullie aandacht? Een stukje verderop, de Dam. Monument op de Dam, de nieuwe kerk. Op dit moment ontzettend druk daar. Dus ik stel voor dat jullie even op internet wat foto's gaan bekijken. Ja, er zijn duizenden toeristen voor jullie geweest, die hebben daar foto's van gemaakt. Ik heb niet zo'n zin om dat hele rotend daar weer heen te lopen. Ja? Maar in de folder stond dat we naar Madame Tussauds gaan. Dat zijn wassen poppen van celebrities. Heb je zin om een paar uur in de rij te staan om poppen te zien waarvan je denkt... ja, die lijken inderdaad op de celebrities op wie ze moeten lijken. We zijn allemaal volwassen mensen, toch? En door. Nou, en door. Ja. Ja, welkom allemaal. Wat een week was het weer natuurlijk. Het was de week van het debat over de verkiezingsuitslag, maar ook de week van Feyenoord-Ajax. Jutta Leerdam, even kijken, Finland bij de NAVO en Chiovanka die ermee stond. Oh. Maar het was bovenal de week van... Heren. Heren? Ah, meneer Pastoor, wat onverwacht. Onverwacht, baby Jezus, die was pas onverwacht. Ja. Wisten jullie trouwens dat zijn moeder maagd was toen hij werd geboren? Ja, dat is het. Hoe kan dat? Ja. Hoe dan? Ja, komt u nou om ons vrolijk Pasen te wensen? Of waarom... Pasen? Ja, Pasen. Pasen, dat zegt me even niks. Dat zegt maar me niks. Hebben jullie afgelopen donderdag de Passion gezien? Ja. Ja. Kijk, dat is pas een komisch programma. Kunnen jullie nog wat van leren? Ja. Meneer Pastoor, waarmee kunnen we je Ik ben hier om te herdenken dat er een hele stoute aap is toegetreden... tot het Koninkrijk Gods. Ah, Berlusconi. Wat? Hm? Sorry, wat zeiden jullie? Bokito. Bokito. Die bedoelde ik, Bokito. Ah. Maar u kunt toch niet iedere week nu komen inbreken om iemand te gedenken? Dat is niet... Hoezo niet, meneer Van der Ven? He, want toen Wim de Bie overleed, was het meneer Pastoor. Kun je alsjeblieft een liedje voor ons zingen? Maar nu er een onschuldige aap is toegetreden tot de club van 27ers... nu is het opeens niet nodig? Nee, nou, volgens mij is het niet helemaal zo gegaan als u net schetst. En over dat paas trouwens... Hebben jullie ooit wel eens de Bijbel gelezen? Ja. Want dan weten jullie dat we allemaal afstammen van de apen. En met meneer van Koningsbrugge kun je dat nog behoorlijk goed zien. Oké, nou. Een minuutje stilte voor Bokito dan maar. Hè? Stilte? Nee, we moeten zijn leven vieren. Niet weer zingen. Nee. Tijdens de narcose was het opeens finito. Het leven dat is eindig, maar voor Jezus niet zo. Mijn favoriete wijn is Tempranillo. Nee, kijk, daar ga je weer. Nee, we gaan er niet iedere week een wijncommercial van maken. Waarom zo neerbuigend? We hebben het wel over het bloed van Jezus Christus. Ja.
En als je 6 flessen bestelt bij een bekend wijnmannetje van mij, dan krijg je dus een hele doos port. 18 jaar oud. Nee. Als ze nou met z'n drieën bestellen. Kijk, kijk. Oké, weer even jullie aandacht. Ja? Deze rondvaart hier, die doet een uur. Dus je kunt je voorstellen, grachten, grachtenpandjes. Ja, als het een beetje mooi weer wordt, zit je in een soort magnetron. Terwijl de mensen aan de kant je uit staan te lachen als ze niet over je heen pissen. Dus het lijkt me dat we dat niet willen, toch? En door. Nou, in de volgende... Hey, joh, dan ga jij toch lekker varen, hè? Dan ga ik door met de groep. En door. En door. Kijk, er zijn dus mensen die zeggen dat ze zich kapot schamen voor dat soort supporters. Nou, dat zou hetzelfde zijn als dat jij als ouder je kapot zou schamen voor het feit dat je kind een geestelijke handicap hebt. En dan ben je vanaf je 4e als jongetje aan het voetballen en aan het trainen door weer en wind. En dan word je prof. En dan gaat een zogenaamde supporter een bloedend gat in je kop gooien. Ja, dat is gewoon niet leuk. Eerlijk gezegd is dat dus wel heel goed gemikt. 180! Want het kent dus best nog wel waar je in die klote kuik. Maar ik begrijp het wel, want het is natuurlijk een halve finale. En er staat veel op het spel. En het is een klassieker. En je wordt natuurlijk opgejut door iedereen. En die gasten zitten daar stomdronken en stoont en hartstikke dolgesnoven. Maar er zijn dus ook gasten bij en dan gaat het minder goed mee. Maar in de kern denk ik dat het gewoon heel lieve jongens zijn. Maar dat geloof ik echt. Ik denk dat je gewoon een goed gesprek met ze moet hebben. Echt. Chemisch castreren, taakstraffen in de stront en hun ouders bedreigen natuurlijk. Wat hij zegt. Ja. In de roos, Donnie. Oké, weer even jullie aandacht, mensen. Daar in de verte ligt ergens het Anne Frankhuis. Ja? En weer duizenden domme toeristen die schuifeltje, schuifeltje achter elkaar naar binnen gaan om een piepklein hokje te bekijken. Nou, mij niet gezien. Ja? De geur van die mensen, die kleding. Ik heb hier een foldertje en als jullie die even goed doorlezen... Nee, als je die even goed doorleest, dan kun je er een beetje een voorstelling van maken. En door. In de folder stond dat het bij de prijs was inbegrepen. In de folder stond het in de prijs. Ik wist van het moment dat ik jou zag, dat is hier zo'n gast die het onderste uit de kan wil halen. Ja. Ik ben de gids. Ik zal het toch wel beter weten, of niet? En door. Dankjewel, Simone. Kan je zien dat ik mijn broek heb dichtgeniet? Niet? Ja, wel gedaan, want het overkomt me niet nog een keer. Ja. Hallo, goedenavond allemaal. Het weer, of nou ja... Voordat ik met het weer begin, wil ik toch even iets van het hart. Want het is tegenwoordig wordt iedereen maar gecanceld. Links, rechts, maakt niet uit wie. En dan zeggen ze tegen mij, oh, dat is die weerman met die losse handjes. Nee, dat zijn geen losse handjes. Ik ben gewoon heel snel amicaal ingesteld. Ik wil gewoon weten wat voor vlees ik in de kuit heb. Snap je? Maar ik ben een weerman. Dus je moet luchtvochtigheid. Hé, hey, hoe voelt dit? Dat is gewoon uit interesse en echt niet van... Maar goed, daardoor ja, ben ik gewoon heel erg kwetsbaar. Want hoe ik afgelopen vrijdagmiddag begon bij mijn handel, dus er zijn geen woorden voor. Hier, in een hoek gedreven. Simone, ik kijk jou even aan. In een hoek gedreven. Arrogant. En vervolgens tegen mijn zin in mijn huis genomen. En alsjeblieft, kunnen we dit elke vrijdag doen, want ik vond het een fantastisch weekend. Dankjewel ervoor, Simone. Ja, nou, zoals je ziet het weer de komende tijd. Oh, dampende seks. Ja, ja. En daarna ingewikkelde standjes. Uh-oh. Maar vooral wederzijds respect. Nou, dat was het weer. Of, oh ja, het gaat ook nog regenen. Simone, hoe vond je hem?